Dag lieve mensen, ik ben Tine en welkom op mijn kanaal. Vandaag ga ik een kaartje maken met een van de mooie standsmallen van bij Action. Allee, ik ga dit chocoladekraampje maken. Ik ben lekker bezig geweest met alles al uit te stansen. Daar was ik wel even zoet mee hoor, daar heb ik een tijdje aan bezig geweest. En ik zou Tine niet zijn, moest er mij niks doms overkomen. Ik heb een paar keren dingetjes opnieuw moeten uitstansen. Ofwel plakte het wel ergens van de warmte aan mijn armen, ofwel vloog er wel eens iets in het rond, want ik had namelijk mijn ventilator opgezet. Maar het is dan toch nog goed gekomen. Sommige dingetjes, als je die in meer dan één kleurtje wilt. Ik had al een voorbeeldje gemaakt. Zoals bijvoorbeeld deze kan waar de chocolademelk dan in zit. Die bestaat hier uit drie kleurtjes. En dat snijmalletje, dat is maar één geheel. Dus dan moet je dat eigenlijk in drie verschillende kleurtjes uitstansen. Dat vind ik wel jammer, dat hadden ze beter in verschillende stukjes gedaan. Want er zijn nog heel kleine snijmalletjes in, dus dat maakt niet veel uit. Maar dit ga ik wegleggen, want anders... Ik ga er eens aan beginnen. Dus, alles al op voorhand wat uitgestanst. Als achtergrond had ik hier nog dit restje. Dat is eigenlijk een restje paaspapier. Maar ik ga dit gebruiken, want ik vind dat wel mooi met die wolkjes. En zo een kant-en-klaar gevouwen kaart, ook van bij Action. Deze zijn 11. Ja, ietsje minder, maar 11. Op 16,5. Dus ga ik mijn kaartje snijden op 10,5 en op 16. 10,5 en 16. Ah, hier stond al een streepje, ik heb dat al gedaan. 16, ja. Ik ga dat vlug snijden. Dan heb ik mijn snijlatje hier in de buurt. Zo. En zoals ik al eerder gezegd heb, het is hier echt heel warm op mijn zolderkamer. Ik kan de ventilator niet aanzetten, omdat die te veel lawaai maakt. En het raam kan ik ook niet openzetten vanwege het lawaai. Dus ik ben hier echt aan het wegsmelten. Ik zie nu dat dat toch niet zo echt heel mooi recht is. Ik ga hier aan deze zijde nog een klein millimetertje afsnijden. Zo, wat vind ik beter? Nog even mijn lijntjes wegkomen. Even voilà. Dus vandaar dat ik ook alles al zoveel mogelijk op voorhand heb gesneden. En dat ik al een voorbeeldje heb gemaakt, zodat ik hier niet te lang in deze warmte moet zitten. Goed. Ik begin dan met mijn kraampje te plakken. Ik had dat eerst in zo een patroonpapiertje gedaan met zo hout. Met een afbeelding van hout, maar dat vond ik uiteindelijk niet zo mooi. Oh. Goed. Hier komt dan de vuurkorf, dus ik mag dat niet te laag plakken. Het is wel handig voor deze spulletjes van een lijmpje te hebben met een
fijne tip. Als je dat niet hebt, dan zou ik aanraden van wat lijm in een potje te doen en het met een fijn penseeltje aan te brengen. Want er zitten echt, je gaat dat zelfs zien, er zitten echt heel kleine, maar echt heel kleine stukjes bij. Goed, voilà. Dan kunnen. Ik ben even aan het spieken op mijn kaart, want de volgorde vind ik eigenlijk toch wel belangrijk. Want ik had bij deze kaart mijn lampjes ook eerst geplakt en nu plakken die hieronder en ik wou die eigenlijk hierboven. Dus het is zo'n beetje opletten met de volgorde van wat eerst plakken. Dus eerst het kraampje en dan komt het dakje erop. En dan dit is de sneeuw. Ik vind dat wel een hele leuke stans, want dat kraampje bijvoorbeeld, je kan er ook je andere dingen in plakken dan die kopjes en die chocolademelk dingetjes. Je kan er een totaal ander kraampje van maken natuurlijk, hè. Zo. Dan komt hier een. Alles plakt hier al aan mijn vingers. Het blad, zal ik maar zeggen, waar alles komt op te staan. Dat heb ik in. Allee, dat heb ik uit een goudpapiertje gestanst. Ik zal de lijm nog eens in beeld laten zien, want het wordt waarschijnlijk nog eens gevraagd welke lijm ik gebruik. Deze lijm die droogt heel mooi op zonder al te veel vlekken. Natuurlijk, als je er heel veel van gemorst hebt, ja, dan ga je wel een vlek hebben, hè? Maar bij normaal gebruik geen vlekjes. Dan ga ik hier dat bord plakken waarop staat hot cacao. Nee, hier staat op hot cocoa. Oeps. Zo, dat hoeft niet helemaal vol lijm te hangen. Als het nou goed vastpakt. Dat komt dan hier zo. Oeps. Zal ik het recht plakken. En voilà. Dus bij mijn andere kaart had ik dan eerst de lampjes gedaan. Daar ga ik nu nog even mee wachten. Ik ga nu eerst. Die kan of kruik waar dat die warme chocolademelk in zit vastplakken. Ik heb dat eens allemaal in het blauw uitgestanst, in het rood en in het lichtblauw. Dus een pincet is hierbij wel handig. Dus ik heb dit nodig. Dan had ik een heel fijn stukje in het rood. Zo. Kleine. En dan had ik het teutje. Zo. En dan is er nog een heel klein rood stipje eigenlijk van het dopje van die kan. Ah, ik heb hier ook nog dat blauw stuk nog eens nodig. Zo. En dat is het hier. En je gaat zien, dat is echt heel, heel klein. Zie, voilà. Super klein. Dus, maar dat ga ik dan eerst opplakken. Ik kan nog eens drinken, hè? Sorry.
zo warm weer moet je goed drinken. Hè. Wat ik ook een handig toeltje vind, ik had dat hier onlangs weer gevonden, ik wist al niet meer dat ik het had. Dat is dit. Ik weet niet hoe het noemt. En waar je het kan kopen, dat weet ik ook niet. Maar ik heb het ooit eens op een beurs gekocht. En daar kan je zo hele kleine stukjes mee oppakken. En die blijven daar. Dat is zo rubber, dat plakt eigenlijk niet. Maar het papier blijft daar wel aan hangen. Als je kleine stukjes wilt oppakken. Dat is wel handig. Goed, ik ga eerst dit vastplakken en dat komt hier zo'n beetje in de hoek. Zo. Dan het lichtblauwe stukje wil ik hier. Als je dat niet graag doet, zo alles 2 of 3 keer uitstansen als je andere kleurtjes wilt. Dan kan je het natuurlijk ook in het wit uitstansen, dus die kleine dingetjes. En die natuurlijk inkleuren met twin markers, aquamarkers of kleurpotloden, wat dat je maar wilt gebruiken. Dus dat kan je natuurlijk ook altijd doen. Zo. Dan dat stukje. Het dekseltje. Ik had ook al gezien en gehoord dat er mensen zijn waarbij dat hun standjes niet goed uitstansen. Bij dit setje had ik maar bij 1 een klein probleempje. En dat was bij... Ik denk de... Stokken van het skisetje. Allee, kijk, het is zo warm dat alles plakt. En dat was bij deze. En je ziet het ook, hier ontbreekt zo een heel klein stukje. Dus dat sneed niet helemaal uit. Maar dan heb ik het gewoon met mijn snijmesje even bijgesneden. En zoals ik zei, er zijn mensen die zeggen dat het bij hun niet zo goed uitsnijdt. Ik heb gewoon uit voorzorg, voordat ik dat in mijn... zeker van de warmte kan ik niet meer praten. Een extra papiertje tussen gelegd. Bij het stansen. Dus ik had het gewoon mijn platen en mijn stansmalken, maar daarbovenop had ik nog een extra stukje cardboard gelegd. Bij deze twijfelde ik hoe het er moest opkomen. Ik denk zo, dat is een kraantje. En voilà. En dan dat heel klein stipje. Dat komt dan hier zo. Dat is het dopje. Kijk, het ligt omgekeerd. Zo. Dan komt hier dat reepje groen. Die takjes. Ik zeg het, en je kunt daar zo ver in gaan als dat je wilt. Hè. Je kunt er natuurlijk ook andere hulstblaadjes of wat je ook maar wilt bij opplakken. Wacht, hè. Hier heb ik niet genoeg lijm op gedaan. Zo. Daar komt dan nog een lint over. Dat is niet goed uitgestanst. Allee, ik heb het niet goed uitge... Oh, prik er al in mijn vinger. Dat is weer niet slim, hè.
zie, het is allemaal heel fijn, hè? En dat komt dan hier zo. Voilà. Zo, oeps. En dan kan ik nu misschien de lampjes wel plakken. Dus als je die uitstanst, heb je dan dit. De slinger eigenlijk. En dan heb je apart nog zo lampjes om uit te stansen en erop te plakken. Ik ga dit hier ook bijsteken, dat ik niks verloren heb. En ik heb die in groen en rood metallic papier uitgestanst. Ik heb het hier nu niet direct bij me liggen. Momentje. Zo, mirror cardboard, daar heb ik dat uitgestanst. En dan plak ik die eerst hier op die slinger. Ik ga even een stukje klappapier eronder leggen, dat ik dat duidelijker zie, want groen op groen is niet zo gemakkelijk. Dus ik doe eerst gewoon overal een klein drupje lijm. Alleen niet overal de eerste helft. Zo. En dan ga ik de lampjes nemen en op plakken. Ik zeg het als een heel handig toeltje. Maar echt, vraag me niet van waar het komt, hoe het noemt. Dat weet ik echt niet meer. Ik zeg, er stond ooit eens iemand mee op een beurs en ik dacht, ja, dat wil ik wel. En dat is zonde, hè, want het ligt alweer zo lang ergens in mijn kast en ik gebruik het ook weer veel te weinig. Zo. Of je kan natuurlijk ook weer je slingertje in het wit of een ander kleurtje uitstansen en dan de lampjes kleuren met een marker. Maar ik vond het zo wel mooi. Ook omdat deze ietsje groter zijn dan... Pompom, ik hoop dat ik er genoeg heb. Goed. Zo. Mooi met dat glitterpapier. En dan komt dat daarop. De meeste tijd kruipt wel in het uitstansen, vind ik. En om de juiste kleurtjes bij elkaar te zoeken, want dat vind ik toch altijd, ja, een beetje een gedoe. Ik weet nooit welke kleurtjes kiezen. Je maakt dat natuurlijk in de kleurtjes dat je zelf wilt, maar dat vind ik toch altijd moeilijk. Goed, dan komt dit hier zo mooi op. Voilà. De lampjes. En dan heb ik hier in het hoekje ook nog een hartje dat omhoog hangt aan een strikje. Nu, ik hoop dat ik dat nog heb, want zoals ik zei, ik ben een paar dingen kwijtgeraakt. Ah, hier, zo, voilà. Ik krijg het niet uit mijn bakje. Hier. Dit, en daar komt dan een hartje aan. Zo.
borst boven. Tipje. Strikje moet zo. Het hartje hangt daar onderaan. Bijna verkeerd. En die lijm die plakt goed, hè. Dus ik heb geluk dat ik het er nog af kreeg. Zo. Dan ga ik hier de kopjes plakken. Zo. Dan even kijken welke ik ga gebruiken. Ik heb die een paar keren uitgestanst. Oeps, het hartje is eruit gevallen. Het zijn de kopjes. Nu in verschillende kleurtjes. Ik wist niet goed welke kleurtjes ik ging gebruiken. Zo. En je hoeft dan natuurlijk allemaal niet net hetzelfde te plakken, zoals hier op het voorbeeldje. Maar ik heb dat nu dus wel gedaan om het aan jullie te laten zien. En wat mij ook verbaasde, in die vuurkorf, daar zit wel hout in, maar daar zitten ook zo vlammetjes in. Dat zit er niet bij. Daar is geen stansje bij om dat uit te stansen. Dus die vlammetjes, dat vond ik nu wel wat raar. Goed, dan heb ik hier nog een kopje. Ik ga dit witte kopje nemen en het hartje dat je normaal zo uitstanst en dan kun je dat in een ander kleurtje erin plakken. Dat laat ik erin zitten. Ik ga dat achteraf kleuren, maar ik laat het in mijn kopje zitten. Dan moet ik niet zitten prutsen om dat daarin te krijgen. Dit ga ik hier plakken. En dan neem ik een rode pen, fineliner. Ik kan dat doen met wat je wilt. En dan kleur ik dat zo'n beetje in. Dat valt bijna niet op. Goed, dan heb ik hier nog dat een roze kopje. En ik zie net dat er één kopje, zo een groot, dat had ik eigenlijk nog eens nodig gehad. Maar dat maakt nu niet uit. Ik ga dit hier zo. Een pincet en zo'n haakje, dat zijn toeltjes die eigenlijk best wel handig zijn bij deze kaarten, hoor. Omdat er zoveel kleine stukjes zijn. En dat is anders zo een gepruts. Zo, dit kopje plak ik daar zo'n beetje over. En dit kopje krijgt een toefje. Room. Dat had ik hier ook nog ergens. Hier. Zo, ik zeg het heel klein. En dat stukje hoort daar dan ook bij. Maar als het zo heel klein is, dan doe ik liever wat lijm op mijn kaart dan op mijn
papiertje en dat komt dan hier. En daar komt dan het hoefje. Zie, alles blijft zo van de warmte plakken en zo ben ik dan een paar stukjes kwijtgeraakt. Voilà. Het komt daar zo op. Dan heb ik hier nog, ik vind het genoeg kopjes. Ik zou er nog kunnen, maar dat wordt dus op. Terug in het bakje. Dan heb ik nog de skilatten. Die komen hier zo opzij. Zo. En deze plak ik hier. Zo'n beetje schuin. Sorry voor dat geluid. Ik zat hier constant met mijn been tegen de ventilator. Ik moet dringend mijn knutselkamer weer eens opruimen. Zo'n beetje schuin tegen elkaar. Dan de... Dit zijn de skilatten, dan de skistokken. En echt ook heel fijn. En die stans je ook samen uit. Dus ik heb dat in kraftpapier gedaan en ik wil deze... in het zwart, dus ga ik die zelf met een marker wat zwart verven, allee kleuren. Zo. Dat daar niet onder laten liggen, want als dat doordrukt en het is op mijn kaart. Oeps. De zijkantjes ook een beetje. Voilà, deze. Dan heb ik ook nog handvatjes van de skistokken. En die heb ik hier. Die zijn dan ook in dat kraftkleurtje, maar die ga ik ook een ander kleurtje geven. Ik pak hier een oranje. Dus, ah, ik ga zo mijn vinger vasthouden. Ze geven vanaf dinsdag regen en onweer. Dus dan gaat het hier, oeps, wat afkoelen op mijn knutselkamer. Dat zou niet slecht zijn. Goed, dan de skistokken. Die komen, oeps, naast de skilatten. Een beetje lijm erop. Daar ga ik nog niet te veel op wrijven, want als die zwarte marker nog wat afgeeft, hangt hij al mijn kaartje vol. Zo. Een beetje zo. Het spiet wel goed aanduwen als het droog is. Dan de handvatjes erop. Hier eentje. Zo. Oh. En voilà. Even. En aan het smelten.
Dan heb ik nog decoratie die hier aan die slinger komt. En dat zijn kerstsokken en van die snoep lollies. Dus kijk, ik heb hier een rode sok. Een groene deze. Hop. En ik ontbreek. Goed zoeken. Zo, die ga ik dan hier aan die slinger plakken. Ook weer toefklein hier in de plaats van op mijn afbeelding, want die zijn zo klein. En anders plakken mijn handen vol. En dan plakt alles weer vast aan mijn handen. Goed. En ik kan, op, ga die in die richting plakken. Zo. Inzet, dat prikt. En dus hier, voilà. Dan komt hier nog mijn vuurkorf, zo, en daar zitten dan twee stukjes hout in. Dus dan moeten we ook weer meerdere keren uitstansen, want oeps, waar is het hier? Want je kunt maar één stukje hout per keer uitstampen. Ik zal het even laten zien. Dus dat hout zit hierbij vast aan de vuurkorf. Dus dan, in mijn geval heb ik het eerst eens in het goud uitgestanst. Ja, dan heb ik een gouden houtblok. Dat is niet zo mooi. En dan moest ik het nog eens twee keren in het bruin uitstansen om twee keren dat houtblok te hebben. Dus dat vind ik een beetje dom. Dus dat hadden ze dan ook even goed apart kunnen maken, hè, vermits dat je toch, waardoor dat ik hier natuurlijk heel veel vuurkorven heb in bruin. Dat hadden ze nu ook apart kunnen doen, hè. Die hele kleine dingetjes, die stans je ook apart uit. Dus. Nu, dit vond ik niet zo handig, maar ik hou mijn vinger hier waar mijn vuurkorf komt. En dan hier komen ongeveer, dat was weer een weg, de houtblokken. En die plak ik hier dan zo onder. Zo. Dus. Deze hier zo ongeveer. En dan de andere zo'n beetje schuin daarop. Ja, dat is goed. Maar ik ben ook nog altijd Diana dankbaar dat ze deze snijmallen heeft opgestuurd. En dat degene die ik nog niet heb, heeft ze ook nog opgestuurd. Ik kijk echt uit naar de snijmal met de sneeuwmannetjes en de snowglobe. Zo. Een beetje eraf vegen. Voilà. Dan had ik hier nog een gemberkoekmannetje. Oeps. Er eigenlijk twee. Ik kan er ook twee plakken. Nu, ik vond dat in principe raar dat die hier zo op de grond liggen. Maar leuker van dat daar bovenop te plakken. Ja. Ik ga mijn gemberkoekmannetje bovenaan plakken. Zo.
En ik denk dat ik dan alles heb. Ja. Dus zoals je ziet heb ik hier nog heel wat kleine prulletjes over. Zoals die sokjes. Ah nee, ik zie hier nog de sneeuwvlokken liggen. Die moeten er ook nog op komen. Drie, plaat hieronder misschien. Ja, zo. Dat hadden er wel meer mogen zijn. Zo, doosje mag aan de kant. En die ga ik dan. Ik ga eens kijken, ik had ook een tekstje gevonden. Waar heb ik het gelegd? Hier, dat had ik nog. In een doosje liggen, dus dat ga ik dan hier. Dan ga ik eerst plakken. Ik vind het nu wel wat groot. Ik zal niet veel meer zien van mijn bolletje. Dat plakt daar goed op, waarschijnlijk. Nou, dat ga ik er niet afhalen. Goed, maar ik ga dit toch gebruiken. Zo. Dat komt ook weer uit een ouder blokje hoor. Dat Winterwonderland. En ik plak dat dan op een stukje kaartstok. En dan. Ik heb zo'n doosje met allemaal tekstjes. Ik hou dat allemaal bij. Zo. Ja, die ligt er al te veel. Voilà, dat is goed. Niet goed. Beetje opschuiven. Ga toch niks meer van zien. Ik wil deze hoger. Zo. Dan dacht ik de randjes te beïnken om het op mijn kaart te plakken, maar. Ik ga dat toch even doen. Als ik eraan kan. Want. Mijn stansmachine en al mijn papier. Staat hier naast me op een stoeltje. Krijg ik de schuif niet goed open. Ik ga dan met die stress in doen. Als je dat niet hebt, geen probleem. Je kan dat met eender welke inkt doen hoor. Alleen nu nog een toeltje. Nou, hier heb ik eentje waar ik al eens blauw gebruikt heb. En dan ga ik gewoon een klein beetje, niet te veel. Zo. En dan komt hij daarop. Papiertje van Pasen voor een kerstkaart. En ik moet zeggen, heel veel van die kleine dingetjes, die heb ik ook uitgestanst uit restjes papier, hè. Dus dat is ook wel handig. Goed, even goed aanduwen. Hier komt dan nog een papiertje binnenin om op te schrijven. En ik ga deze randjes ook nog een beetje beïnken. Andere kant ook, want dat wat je soms hebt met die voorgevouwde kaarten van bij Action, die zijn niet altijd perfect. Gelijk gevouwen. Je kunt dat natuurlijk afsnijden, maar dan bestaat natuurlijk het risico, zoals ik altijd voor heb, dat het scheef is. Dus maar als je dat randje een beetje beengt, dan zie je dat ook niet meer. Et voilà, ça. Mijn eerste snijmal is goedgekeurd.
Ik vind mijn. Ah, hier. Deze. Eventjes mijn tools hier opruimen. Ah, zo'n topje er maar op zetten. Zo. En dit had ik dan eerst gemaakt, zodat ik kon zien in welke volgorde ik alles moest plakken, zodat het wat vlotter ging. En voilà. Ja, ik dacht te zeggen, hopelijk heb ik jullie weer wat kunnen inspireren, maar ik heb gewoon dit voorbeeldje nagemaakt. Dat is heel simpel. De meeste tijd is in het stansen en het uitzoeken van kleurtjes die bij elkaar passen. Het opplakken. Ja, dat vind ik leuk om te doen. En dat gaat goed vooruit. En je hebt een mooie kaart. Bedankt om te kijken. En tot gauw. Dag.